Goedemorgen allemaal, welkom bij deze nieuwe vlog. Mijn naam is Danielle, super tof dat je weer kijkt. Ik kom net uit het zwembad, weer lekker geaquajogged. Het is vandaag Goede Vrijdag. Gisteren heb ik een dagje niet gevlogd, want ik had weer een super lange kantoordag. Maar vandaag gaan we jullie gezellig weer meenemen. Het is vandaag Goede Vrijdag, dus mijn dochtertje is thuis, Islotte. En na het zwemmen heb je natuurlijk altijd een hele droge huid van het chloor. Dus gaan wij even lekker een maskertje opdoen. Ze is nu Idemine Mutte aan het doen welke ze wil. Ja, Idemine Mutte. Ik ga gewoon bellen welke clubjes zijn. Ja. Sorry, monster. Oh, die moet weg. Nou, wij hebben van die sheet masks. Ja, neem ik af en toe eens mee bij de Action. Zo. Oh, zo, die is heftig. Ik ga even mijn bril afzetten. Oeh, ja. Die ruiken? Oeh, ja, bosbessen. Het ruikt een beetje oh, ik zou niet proeven. Een watermeloentaal van. Oh, je zo, ziet toch is dit, lekker nat. Je ziet toch dit monstertje? Ja. Ziet hij er zo ook uit? Deze is gewoon saai wit. Ah, is ook weer plakkerig. Ja, dat hoort. Daar zit crème op. Oh, die is wel leuk. Wauw. En dit is mijn... Ah, oh, die is wel leuk. Ha, wat heeft mijn haar? Mijn hand. Je hebt echt heel erg droog uit. Ja. Ik word zo wel zwem. Oh, het is koud. Ja, het is heel koud. Zo. Doe ik insmeren zo. De masker is natuurlijk altijd te klein voor mijn gezicht. Zit het goed? Even in de spiegel kijken. Ik wil kijken. Hij zit veel te hoog. Nee, maar ja, voor jou is het natuurlijk een beetje te groot. Het is natuurlijk one size. Voor jou is het iets klein, voor mij is het iets te groot. Oh, zo koud, zo koud. En als hier nog een beetje crème in zit, kan je dat nog een beetje uithalen. Nee, ik smeer het nog een beetje hieronder zo. Nee, een beetje op. Oh, help. Een beetje op je handen, als die droog zijn. En dan gaan we relaxen. Dan moet dat erop. We moeten even ontspannen. Dat is natuurlijk onzin. Wij kunnen niet ontspannen. Wij moeten altijd wat te doen hebben. Nou, niet altijd hoor. We kunnen ook ontspannen. Maar wij zijn bezig met paasplacements kleuren. En het is natuurlijk komend weekend al Pasen. Dus ja, het moet wel een beetje opschieten. Dus ja, dan komt het niet af. Ik heb er nog maar één af. Ja, ik heb nog niet eens één. Dus we gaan even knallen. Valt hier van alles om. En kleurtjes omgooien. Er is ook weer lekker een puin af. Gaan we straks weer even opruimen. En we gaan even lekker kleuren.
Onze maskertjes zijn er lekker weer af. We hebben lekker een stukje gekleurd. Ik hoor kuikens op de achtergrond. We laten het serum nog even een beetje intrekken. Dus daar klem ik misschien nog een beetje. We hebben nu een huisdier, de kuikens. En ik ga nu even nog wat opdrachtjes maken. Want ik heb er nog een aantal om te maken. Ik zie hier nog een stift zonder dop. Waar is jouw dop, schat? Huh? Ligt hier nog een stift open? Klopt. Dus ik ga eerst even de opdrachtjes maken. Want straks gaan we natuurlijk weer even lekker visie halen op de markt. Nou. En dan kan ik misschien kijken of daar ook een postpunt zit. Ja, er zit ook een postpunt bij de hobbywinkeltje. Dus dan kan ik het daar even wegbrengen. Gaat het dan in één moeite door. Dus ik ga even aan de slag. Nou, ik ben weer met een aantal projecten bezig. De eerste die ik ga maken is een beker. Daar ben ik een patroontje voor nu aan het uitprinten. Die is nu net klaar. En dan kan ik die omheen doen. En in de mokkenpers doen. En ik heb hier ook alweer mijn grote autopress klaarstaan. Want ik moet ook wat onderzetters weer maken en een schotje. Het is allemaal een leuke ding om te doen. Nou, de mok staat in de mokkenpers. Het volgende projectje is dit schort. Even kijken hoe groot ik het plaatje kan maken. Want dat moet natuurlijk, als het even kan, wel mooi groter opkomen. Ik zal even pluizen rollen. Ik moet het even opmeten. Dan weet ik ook hoe groot ik het kan printen. Met de pluisroller. Dan ik eerst zo de pluisjes er vanaf. Zo. Oh, dat kan echt de grootte van het A4'tje. Dus dat is mooi. Ik kan heel even niet verder met het schort, want ik krijg het logo toch niet helemaal mooi. Uit de computer, denk ik. Dus ik heb even gevraagd of ik het logo op een maatje, op een wat hogere kwaliteit kan krijgen. Dus ondertussen verder met het volgende projectje. En dat zijn onderzetters. En die heb ik al een keer eerder voor deze lieve volger gemaakt. Ze is er zo blij mee. En ze gebruikt er zoveel dat ze er graag nog een paar bij wil, omdat ze er toch af en toe een beetje tekort heeft. Dus die gaan we weer even maken. Natuurlijk ook weer even pluizen rollen. Dan blijft het er beter op zitten. Dus pluisjes, ja, dat zit er natuurlijk los op. Dus als je dan daarop drukt, dan heb je kans dat het of niet mooi wordt. Nu ga ik sublimeren, dus dat trekt in de onderzetter zit een speciale coating op, waardoor het er dus niet op ligt. Kijk, zoals dit. Dit is denk ik screenprint. Je hebt eigenlijk verschillende methodes waarop je iets op stof of wat dan ook kan drukken. Je hebt HTV, dat is eigenlijk gewoon vinyl. Dat is eigenlijk een soort van sticker die je met hitte erop lijmt. En dan heb je sublimatie. En dat is dus dat je door middel van hele hoge temperatuur wordt de inkt wordt gas en dat trekt dan in de stof. Daar heb je dus speciale materialen voor nodig die een speciale coating hebben. Dus dat kan niet op alles. En dan heb je nog screenprint en dat is eigenlijk gewoon verf wat je op. Dus ik denk dat dit verf is wat ik nu aan heb.
En ja, zoals de andere kleding die wij hebben gemaakt, dat is of sublimatie. Dit kan ik niet, ik kan niet verven erop. Dan druk je er eigenlijk op met een drukpers. Waar het ook screen printing heet, dan doe je een soort scherm, druk je dat erop. Maar wij kunnen, of ik kan alleen HTV en sublimatie. Nou ja, alleen. Dat is al meer dan genoeg. En sublimatie, ja, dat blijft eigenlijk het allerlangste mooi. Maar ja, dat kan weer niet overal op, want dan heb je dus speciale stof nodig. En op donkere stoffen kan het niet. Het kan alleen op lichte stoffen. Omdat dat dus in de stof drukt. En dan, ja. Als je dus het op donkere stof doet, dan zie je eigenlijk de stof er als het ware doorheen. Dus ik ga deze even helemaal weer opkluizen. Nou, op de achtergrond gebeurt nog van alles. Islotte en Xarno, ik zeg Jeroen, die hebben lekker visie gehaald. Dus wij gaan eerst even lekker eten. Nou, het schort is af. Ik ga even de camera hier neerzetten, dan kan ik het laten zien. Kijk, super tof toch? Heel leuk geworden. Logo geprint op HTV, op dus hitte transfer vinyl. En dat op het schort geplakt. Helemaal leuk. Ik hoop natuurlijk dat jij het ook leuk vond, lieve volger die waarvoor ik dit mocht maken. Echt heel leuk. Nou, die kunnen we ook opsturen. Oh, en ja. Dit is de beker. Die is ook heel tof geworden. Weer heel iets anders als wat ik eerder heb gemaakt. Met die kleuren zo. En. Dat is gebleven. Ik had het zo apart gelegd. En de superleuke apenonderzetters. Die zijn ook af. Super schattig. Ik ga even kijken wat ik nu verder nog moet doen. En volgens mij kan ik dan eigenlijk alles inpakken. Yes, alle pakketjes op tijd bij het postkantoor gebracht, alles ingepakt, alles verstuurd. Ik kan rustig het weekend in. Ik ga nu even voor mijn meisje een smoothie maken, want daar had ze heel erg zin in. Ik heb nog wat overrijpe bananen liggen, dus dat komt helemaal goed. Ik kan nog even bij Xarno, die moest werken vandaag. Even een paar boodschapjes gehaald. En nu ga ik even lekker smoothie maken. Ik heb laatst zo'n klein
een smoothie-makertje gekocht bij de Albert Heijn. Ik weet niet of die er nog zijn eigenlijk. Dus volgens mij met die... voorraadbussenactie. Daar kan ik niet bij. De stekker zit al een beetje te ver weg. Enige minpunt voor ons nieuwe keuken. We hebben de stopcontacten te ver in de hoek laten maken. En dan kan ik er niet bij. We hebben zo'n klein dingetje. Die andere was al veel te groot. Ik heb nog wat sinaasappelsap over van iets rottere paas. Lente ontbijt. Dus dan gebruik ik dat gewoon lekker als vloeistof. Dan dus het... Nou, een beetje onhandig, want er staat hier nog een krat met boodschappen die Jeroen eigenlijk nog moet opruimen. Ik krijg natuurlijk wat bevroren kruid. Dat maakt het natuurlijk lekker koud. Ik heb een beetje echt een ijssmoothie. Dat ik echt alles in het vriezer liggen. Nou, lekker wat van in. Een paar blauwe bessen voor de kleur. Ja. Dan dus een banaantje. Lekker zoet, omdat hij overrijp is. Dan heb ik hier ook nog een beetje een paar oude kiwis. Even kijken of die nog lekker zijn voor in de smoothie. Wie eet zijn kiwi met schil? Ik vind dat zo vies. Even kijken. Ja, prima. Er ook lekker in. Eens even kijken, want ik heb hem Jeroen even al een keer gemaakt, maar ik nog niet. Deksel erop. Klepje dicht. En die erop. Hoe werkt dat? Huh? Oh, wacht. Deksel eraf. Deze moet er dan denk ik op. Yes. Want ik denk, ik zit hier, ik kan dat ding er niet in. Op zijn kop. Ik kan er nog een beetje meer bij. Even proeven. Oh, ideaal dit. Nog ietsje dunner maken. Ik doe er nog lekker een kiwi in. Die moet op. Hartstikke idee. Wat past dit nog? Ideaal ding. Top erop. En dan kun je zo drinken. Ik ben ooit eens aan het kleuren. Kreetje kleurboek. Mooi hoor. 30 unieke kleurplanten. Dat vind ik gewoon in allebei de video's. Maar ik ga... Je moet een beetje reclame maken voor zichzelf, toch? Huh? Je moet een beetje reclame maken voor zichzelf. Ga even proeven. Beter dan die van papa. Ja, mama weet wel hoe ze dat moet maken. Maar het is wel heel veel, dus je moet het wel delen. Alleen die sinaasappelsap maakt het een beetje zuurder. Mama zit ook kiwi in, het maakt het ook een beetje zuurig. Maar ook lekker banaan, aardbeidjes. Oh, ik denk dat het misschien door de kiwi komt. Het is wel lekker, lekker fris, gezond. Veel vitamines.
Doen we daar. Die snoep, hè? Niet zo lekker als opa's kipsaté. Helemaal niet zo lekker. Opa's kipsaté is echt okay. Je beste. Kort op weg. Ik heb het over de satésaus. Oh! De saté verrook ook het potje, dus... Ik snap echt wat mijn vader bedoelt. Die zei het in de vlog ook. Want het is een soort... gelei-achtig of zo. En dat is mijn vaders kipsaté niet. Maar ja... Ik heb natuurlijk het recept, dus ik zou het natuurlijk kunnen maken. Maar dat doe je niet. Maar ze hadden de spullen niet moeten maken. Dus ja, ja. Boodschappen waar ze bij de Albert Heijn weer is niet voorradig. We moeten gaan klagen. Ja. Maar goed, wij gaan dus lekker eten. Lekker nasi met groenten en gebakken eitje. Kan je dat zien? Ja, ik ben aan het trog. Mama is altijd aan het loppen. Met lekker een beetje theesaus. Ja, die lekkerste theesaus, is die nou? Nee. Dat weet ik niet meer hoor. Is het ook eigenlijk niet, maar ja. Ik zeg, eet smakelijk. Goedemorgen allemaal. Doe jij hier? Het is zaterdag. We hebben een lekkere, beetje uitgeslapen vanochtend. Ja, jij? We zijn ook een beetje aan het rommelen in huis. Want, kijk, waar ben ik? De tafel staat heel gek. Maar goed, dat speelt van alles in ons hoofd af. Vooral in het hoofd van Jeroen. Dat zal het later wel even uitleggen waar dit voor is. Ja, ik breng altijd ideeën in en dan kan ik Jeroen het nooit loslaten. Maar goed, daar hebben we nu eigenlijk helemaal geen tijd voor. We gaan even boodschapjes doen. We gaan even wat laatste dingetjes voor de paasdagen halen. En een pakketje wegbrengen. Mijn hoofd maakt overuren. Ik denk dat dat wel te zien is aan deze staat hier en de staat hier. Daar lades openstaan. Ik ben overal op 100.000 plekken tegelijk bezig om te proberen een beetje op te ruimen. Relax, man. Ja, dat is makkelijk gezegd, relaxed. Dus je er niet aan irriteert. Ik dacht van ik ga even die la opruimen, want die hadden we nog uit mijn bureau gehaald. Ik weet al niet eens meer waarvoor. Snoet op de ruimte van je switch. Oh ja, om dat ik hier kan werken, had Jeroen van alles geïnstalleerd. En daarvoor moest mijn lader uit. Die la was nog steeds uit. Ik dacht, ik ga hem gelijk even opruimen. En daar komt zo een ellende uit. Wil je niet weten. Maar daar heb ik ook een eigen la. Dus, maar die zit ook tot zijn strot te vol. Dus ja... Daar wilde ik dingen opruimen, maar dat gaat niet, want die zit te vol. Dus die wil ik ook gaan opruimen. Dus ik wilde hem op tafel neerzetten. Maar op tafel is geen ruimte, want daar ligt allemaal troep. Ik hoop dat dit herkenbaar is. Dit lijkt het ding wel een bank, jongens. Zitbank, wat je uit de naad haalt allemaal. Ja, er ligt wat los, auw, er ligt wat los geld in. Ja, dat is een troep iets. Wissel geld van de glaaswasser en dan gooi ik dat maar ergens neer op mijn bureau en uiteindelijk belandt het dan in mijn la blijkbaar. Oh jongens, wij gaan even opruimen. Nou, dan gaan we aan de volgende la beginnen. Hier weet ik echt, er gaat zoveel zooi uitkomen ook. Een leeg notitieboekje. Oh nee, niet helemaal leeg. Oh ja, dat was van mijn vlogcursus. Vlogideeën. Ja. Dit is zo mooi. Deze oorbelletjes heb ik gekregen toen ik 18 waren. Toen ik 18 werd. En het is een geel en een paars diamantje. Heel mooi. Nou, eerst maar alles eruit. Dat is fase 1. Kijk, ik zit zelfs bakjes in bakjes. Die bakjes kan ik ook natuurlijk wel goed gebruiken. Nou, dat is de uitslag van het genetisch onderzoek. Nou. Trollbeats. Een oude zonnebril. Kan ook wel weg.
Even kijken. Dan hangt van hier zilvervisje. Zeggen ze zo wel. Kijk zo. Dan kan ik daar sorteren. Trollbeats. Trollbeats van mijn moeder. Wat is dit? Toilettasje. Dat gebruik ik nooit. Alleen maar tampons in. Nou, die gaan we opruimen. Wel een leuk toilettasje om iets op te ruimen. Nou, hele stuk aan tampons. Die kunnen naar de wc. Dat is zo'n toilettasje die ik dan in mijn tas zat. Je zal maar bang worden dat je ongesteld bent. Twee handen vol met tampons. Sport ook niet. Oké, dit even wegbrengen. Ik ga eerst wat anders doen. Ik ga eerst koffie zetten. Ik heb gisteren geen koffie op. Vandaag nog geen koffie op. Hoe laat is het? 3:15. Ik weet niet. Oh. Ik weet niet wat de acupuncturist met mij heeft gedaan. Maar ik ben helemaal mijn koffiemojo kwijt. Ik snap er niks van. Mijn haar ziet er ook niet uit. Oh, oh, oh. Ik ben helemaal overprikkeld. En wat ik dus net wou vertellen, is dat ik heb een appje gestuurd naar Jeroen. En die is er helemaal, gaat daar helemaal los op. Maar bestookt mij met zoveel informatie, dat ik het gewoon niet kan verwerken. Maar dat zal ik zo even laten zien. Dus waar we dus nu ook mee bezig zijn voor het verplaatsen van de tafel. Ik moet ook gewoon troep opruimen. Minimalistischer gaan leven. Nou ja, minimalistischer vind ik ook overdreven. Maar ja. Eens kijken wat dit gaat doen. Ik ga een keertje slagroomas opkloppen. Ik ben heel benieuwd. Dat het ook echt lekker dik wordt. Een beetje moninsiroop erin. En een lekker koffietje. Nou. Oh, het spettert heel erg. Alles onder de slagroom spetters. Ik heb hier een emmer. Oké. Koffie is gezet. Dat is stap 1. Oh, dat is lekker. Oh. Oh, lekker. Oké. 80.000 haarspulletjes. Elastieken, dat gaat in een bakje. Nog meer elastieken. Oude brillen. Ik had er wel weg. Dit is mijn bril voor deze bril. Oeh. Ik heb nu zelfs nog mijn oude bril op van het zwemmen. Hoe vinden jullie dit? Ja, deze bril is echt... Deze bril is wel een andere sterkte, dus die gaat echt weg. Als je een bril ook hebt, waarom bewaar je godsnaam oude brillen? Geen idee. Nog meer kleine haarklemmetjes. Nog meer kleine haarklemmetjes. Toch makkelijk als je het allemaal bij elkaar bewaart. Nog meer bakken. Ah. Knap kind. Ziet er echt heel anders uit nu. Vast voor zijn pasfoto of zo. Pas ding idee. Knap kind. Nou, wat denk je dat ik hier vind? Een oude zonnebril.
Beetje Dame Edna. Dan ook weg. Hartstikke idee. Waarom bewaar je die shit allemaal? Een uiterst hilarisch zakje. Dat gebruiken we niet. Wie weet het nog? De koelsjaals. Ik ben benieuwd. Als ik ze dit jaar weer alleen maar stinkend heb. Heeft iemand daar een oplossing voor? Want ik ben er heel erg fan van die koelsjaaltjes. Die heb ik lang, 2 jaar geleden denk ik alweer, heb ik die gekocht. Maar als ik ze dus nat maak, want dit moet je dus nat maken, er zitten een soort korreltjes in. En dan kun je die omdoen en dan verkoelt het je hals, waardoor je het dus minder warm hebt. En dat werkt echt heel goed. Maar ze gaan zo stinken. Weet je, naar natte kleding. Zou ik dit moeten wassen? Oh, je kan het wassen. Ik ga die even wassen. Tenminste, dan ga ik even uitbesteden. Misschien werkt dat. Nou, nu heb ik natuurlijk 80.000 lege brillenkokers. Ik ga hier even een stapeltje... Nee, ik ga gewoon gelijk het vuilniszakje pakken. Vuilniszakje, brillenkokers, weg. Ik ben echt in een bui. Maar ik denk van, ik ga alles wegpleuren. Om het maar op z'n Amsterdams te zeggen. Ik ben klaar met die ellende. Wat heb ik hier? Dit is mijn afvalmedicijn. Oh, ik zie nu pas dat het wordt gebruikt bij mensen die geen ovulatie hebben. Ja, dit wil ik toch nog even bewaren. Ik weet van, dat heb ik toen geslikt. Oké. Wat vinden we hier? Een borstel met haren en een elastiek. Jullie willen ook niet weten hoeveel borstels ik heb. Kijk, nou. Zullen we die maar wegdoen? Met zijn naamtags. Nou, ik kan ook wel weg. Ik heb geen kleine kinderen meer. Haarelastiek. Weet je wat ik ook vind? Haarelastieken. En wat denk je dat ik hier vind? Een haarelastiek. Een haarknijper. Nou, ik kan nog heel veel maskervideo's maken met die slotten. Ik doe het maar even weer in een bakkie. Dat is de beautybak. Daar kunnen dan deze rakkers ook in. Want, kijk. Nog meer maskertjes. Waar te beginnen? Leuke oorbellen. Zal ik die eens indoen? Nog nooit gedragen. Eens kijken hoe het mij dit staat. Als ik er helpt in krijg. Hoe werkt dat? Ik weet echt niet hoe mensen zo handig kunnen zijn met oorbellen indoen. Hup, met één hand zo erin steken. Kan ik echt niet. Oh, ik heb gisteren heel veel pakketjes verstuurd. En nu krijg ik allemaal appjes van het is zo mooi geworden. Mooi, mokken goed ontvangen. Heel mooi, ben er blij mee, dankjewel. En iemand had ook kraamfolie voor iemand gemaakt. Is ook super mooi geworden. Is ook een fotootje gestuurd. Ik had van raamfolie, wij hebben dat ook langs het naam van het statisch raamfolie. Wat je dus op je raam kan plakken, maar er ook gewoon weer af kan halen. Dat was van die stickers die je op autoramen, weet je wel, die kinderplakkertjes. En dan had ik het huisnummer uitgesneden. Dat is super mooi geworden. Even kijken of ik dit kan laten zien zo. En had ik dus zeg maar voor zo'n raampje achter de voordeur had ik dus raamfolie gemaakt en daar het huisnummer uitgesneden. Dus het was super mooi geworden.
ben er heel blij mee, mooier dan verwacht. Nou, daar doe je het toch voor. Maar goed, ik was met de oorbel bezig. Ja, als ik hem niet inkrijg, hoef ik hem ook niet te bewaren. Misschien die Charlotte ze dan leuk vindt. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe dat staat. Dat niet. Wordt weer geappt. Het is toch niet dat een chaotisch leven is, dit toch ook niet mooi. Even kijken. Wat is dit? Oh, dit is een pillendoosje. Dat is wel heel handig. Nee, ik gebruik geen pillen. Echt niet. Nee. De hele tijd dat ik weer een keertje pillen nodig heb, dan weet ik toch niet meer dat ik, dat ik dat heb. Oké, ik heb hier een hele bak met stiften. Dan ga ik wel gelijk even proberen of die nog goed zijn. Jullie raden nooit wat ik tegenkom. Een elastiek. En nog een elastiek. Die had ik nog niet. Waar ik er ook 100.000 dingen van heb. Oortjes. Nou, deze is te ranzig voor woorden. Die zal ik eens even mijn echtgenoot naar laten kijken of hij daar nog iets wat mee wil. Hier heb ik nog nieuw ingepakte. Oh nee, dit is geen oortjes. Dit is een USB-C kabel. Hebben we daar nog wat aan? Mm-hmm. Zeker lijkt niet. USB naar USB-C. Ja. Ik wil heel graag lightningkabel met echte. Misschien kom ik hem nog tegen. Je weet het niet. Je weet het niet. Wat kom ik hier nog meer tegen? Ja, ja. Een elastiek. En nog een elastiek. Tarzan, wat is dit? Tarzan, nee, die zit er niet in. Die staat hier naast mijn Tarzan. Een kan. Eerder Bokito. Heb ik van de week gekocht bij de kruidvat. Maar goed, maakt niet uit. Inhaler. Nou, dat is. Waar ben jij? Boekel ik dan wel weer een keertje. Dat ik oud ben, 44 geloof ik. Ik heb hier een dingetje uit. Ah! Wat vind ik? Nog meer oorbellen, daar was ik mee bezig. 2020. Toen woog jij een kilo aan kleding aan. Ja, dat doen ze altijd standaard. Is er een gewicht op? Ik denk dat je het wil zien. Ah, ik heb hem! Jezus. Je draagt de boerderij ook bij de stier. Ja, maar in de neus. Ja, klopt. Mijn... Even kijken, wat woog ik. Wat zei je nou? Oktober 2020. Ja, god, dat wil ik inderdaad niet zien. Dus dat is 4 jaar geleden. Ja, 3,5. Ja. Nou, nog wel ontzettend blom in het droomkit. Toch wel weer confronterend, hè? Ja, nou. Nog weg. Ben je nog geproefd? Wat is dat? Die Cassis, Hero Cassis? Cassis Limonade. Ja, lekker, maar... Ik was net koffie aan het drinken. Koffie? Niet goed voor je. Dit buiten beeld wil ik. Ja, moet ik hier nou mee? Wat doen jullie met al je oude... Oh, hier een ochtendroutine. 6 uur opstaan, kleren uitzoeken, aankleden, opmaken. Haar doen, sporten, ontbijten, lunch klaarmaken, vaatwasser uitruimen. Nou, zo is het wel gekomen. Nou, iedereen had een taak. Nou, wel grappig om terug te lezen, maar ja. Wat doen jullie met je oude agenda's? Bewaar je dat of gooi je dat weg? Dit is een soort van bullet journal-achtige planner, een planner eigenlijk. Ik denk dan eten inplannen, afspraken inzetten, ja. Er staat niet zo super veel in.
Oh, stappen. Hoeveel stappen ik zette. Nou, dat... Oh, hield ik helemaal bij. Nou ja, ook maar 1 maand gedaan. Ja, nou, ik heb hier nog een oude bullet journal liggen. Dat is deze. Oh, maart 2018. Your mind is a garden. Your thoughts are the seeds you can grow into flower or weeds. Oh, dat was in mijn GLI-traject tijd. Heeft ook niet geholpen. Statistisch gezien word ik ieder jaar 5 kilo zwaarder. Nou. Tjonge, jonge, jonge. Ja, het was grappig om te zien, maar... Oh ja, had ik nog een briefje. Maar die kan ik bijna niet meer lezen. Ah, dat die aanhouden is minder erg. Doe die er maar hierbij. Zo, even kijken. Dus, 2 oude agenda. Oh, wacht, nee, niet 2 oude agenda's. We hebben hier nog een oude agenda. Wat is dit? Oh, dit was van een vakantie of zo. 2019. En toen was ik 10 kilo lichter als nu, dus nou, dan valt het nog wel mee. Ja, nou, vakantiedagboekje of zo. Hé, hey, maskertje. Dit zijn de lettertjes die horen bij mijn lightbox, ja. Ik had toevallig hier eentje los liggen. Waar je van die lettertjes in kan. Ik zit al 20 minuten op te nemen. Jongens, ik ga even verder met opruimen. Want zo duurt het wel heel lang. En ik ga straks het eindresultaat laten zien. Of vinden jullie het grappig? Eigenlijk zou dit leuk zijn voor tijdens een live. Hè, dat je aan het opruimen bent. En dan dit tegelijkertijd te doen. Kijk, ik heb hier letters. Maar deze zijn volgens mij te groot voor in mijn letterdoos. Ja, zie je, ze zijn veel te groot. Dus wat heb je daaraan? En wat is dan mijn manco? Dan denk ik, oh, kan ik misschien wel een keer iets leuks mee knutselen? Kijk, van dit soort letters. Kan ik daar misschien een sleutelhanger mee maken? Of iets anders leuks? Ja, en vervolgens bewaar je het en doe je er nooit wat mee. Dat is echt, als je een knutselaar bent, is dat echt een probleem. En dan kan ik dit dus niet weggooien. Ja, ik kan toch wel iets leuks mee doen. Ik ga het toch weggooien. Het ligt al zo lang hier in die la. Maskertjes. Wat is dit? Oh! Ketonenstrips. Om te kijken of je in... Als je koolhydraatarm bent en je eet heel strak koolhydraten, ga je op een gegeven moment in ketose. Nou, die kunnen ook weg. Zijn over datum. Moet ook nog inkt bestellen, schat. Ja. Kijk eens bij Creaplot. Vind ik toevallig nu een foldertje van. Misschien heeft die... Ja, en dit was nog voor mijn plottertijd. Bestelde ik... stickertjes op naam van de kinderen. Voorop met telefoonnummer erop, voorop persoonlijke spullen. Maar ja, dat kan nou wel weg. Moeten we dat nog bewaren? An end of an era. Ik ga naar groep 2. Die Charlotte. Ze gaat nu, als het goed is, naar groep 7. Ik ben ook weg. Ik ga niet alles bewaren, jongens. Nog een letter. Die hoort hier wel bij. Dit is het dingetje waar elastieken op zitten. Ga ik nog elastieken? Ja! 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 Ik heb er nog 2 gevonden. 2 elastieken.
Oh, Jannie van der Heijden. Noem ik je de naam? Ja, die is van Heel Holland Bakt. Een kookboek. Misschien kan ik er nog inspiratie op doen voor het nieuwe kookboek. Wel meer foto's. De volgende keer ga ik nog meer foto's maken. Dat is wel heel leuk. Deze ga ik toch wel even bewaren. Toen was mijn camera uitgevallen. Batterij was leeg. Ik heb het even afgemaakt. Het was niet zo heel veel meer. Dus ik heb nu twee lege lades. Daar een en hier een. Ik heb ze al even schoongemaakt. Dus nu kan ik in ieder geval weer kijken van oké, wat wil ik er weer in terug. Nou, ik ga beginnen met mijn beauty stash. Dat doe ik er sowieso weer in terug. Dus die gaat er gewoon op een schoonbakje. Zal het wel beter zijn, hè? Jullie staan precies op mijn sopdoek. Oh! Als je toch bezig bent, dan moet je het maar gelijk goed doen, toch? Dat is dus ook zoiets. Ik kan nooit iets half. En dan denk ik, nou ja, hè? Klein beetje stof. Nee, dat moet dan allemaal helemaal schoon. Ja, die ene keer dat ik het dan ook doe, moet ik het ook wel goed doen. Dus dan... Hè? Dan staat de kast erop. Ja, maar ik doe het niet vaak, maar als ik het doe... En dat past dan weer niet. Dat is te hoog. Maar wel, misschien... Nee, dat past wel. Denk ik. Dat past wel. Oké. Wat moet er nog meer echt in terug? Allemaal elastieken. Ik ben hier op zich wel blij mee, maar misschien ga ik er toch even twee bakjes van maken. En ik dacht dus altijd maar, oh, ik ben al mijn elastieken kwijt. Nou, nee. Ik ben er ook wel een paar kwijt, maar niet allemaal. Dus als ik nou één heb met elastieken, want ik heb nog een bakje over. Eén met elastieken. En dan doe ik er één. Maak ik wel even schoon. Eerst de stof eruit. Dan zeg ik toch weer stofzuigen. Ik heb ook geen idee hoe laat het is. Half 4. Oh, man, nog zo'n soort koepel. Niet eens de vraag en dan geeft het antwoord. Even kijken. Zo. Dan kunnen daar de haarklem in. En al het andere haarspul. Dan heb ik hier nog een borstel. Meer borstels. Dit is wel echt een vervelende borstel. Misschien moet ik die maar gewoon wegdoen. Even proberen. Ik let niet op mijn haar, want ik moet nodig mijn haar wassen. Auw. Nee, is echt een rotborstel. Die gooi je weer weg. Oh ja, dat is waar ook. Ik had een oorbel in. Zo. Hoe vinden we dit staan? Ga ik dat ook al zeggen? Laatst hoorde ik ook een andere vlogger dat zeggen. Hoe vinden we dit staan, denk je? Wat is dit nou voor rare vraag? Maar goed, ik ga de andere kant, dat is een beetje krom. Ook maar even proberen. Oh. Ja, heb eens. Is dit leuk? Ik kan het niet zo goed zien. Nou, ik hou het maar even in. Dan heb ik hier nog een borstel. Dit is wel een hele fijne borstel. Dan heb ik heel dik haar. Dus ik heb eigenlijk altijd wel twee borstels nodig. Ik gebruik deze echt voor de ergste klitten. Dat is zo'n bolle borstel. Een bolle. Hij staat zo bol, bedoel ik. Ik kan hem wel even hieronder linken. Voor alle mensen die naar al mijn geouwe hebben geluisterd en nog steeds hier zijn. Want dit is echt
Echt een hele fijne borstel. Gaan we even opzoeken en dan zal ik hem hieronder even linken. Die gaat ook in dit bakje. Zo. En dan heb ik hier nog een kam. Puntkam. Ook hierin. En mijn... Ik gebruik altijd bij Islot de haar, als ik de haar ga doen. Of een puntkam. Of ik gebruik dus... sushi stokjes. Want een puntkam heeft een punt. Maar dat, soms is dat best scherp. Dan met kinderen die bewegen vind ik dat niet altijd heel handig. Dus heb ik... Ik gebruik ook als een sushi stokje, want die heeft een bot in. Ben je aan het vloggen of aan het lijven? Hè? Ja, lijven is vloggen. Ben je aan het vloggen? Ja, dat is een lijf in, zodat is het heel veel werk. Hoezo? Dat is toch gezellig zo met mij kletsen? Wat vind je? Jezus Christus. Wat is er? Je sleutel om zijn oorhangen. Nee, ik heb geen sleutel om zijn oorhangen. Oh, die mannen die zijn altijd zo lekker, hè? Nog wat oorbelletjes. Hij blijft ondertussen maar bezig met zijn kast. Oh, schat, mag ik daar even die oorbellen van jou? En kan je... die aan mijn oor hangen. Ik weet wel of Flossie het leukste vinden. Wat wil je? Daar liggen oorbelletjes. Ik dacht twee waren. Het kan zijn dat er maar één was. Oh, hier ligt nog een haarding. Die hoort niet bij de sieradenbak. Nou, doe ik er maar even zo los in. Oké. Beetje mine. Dit is... Wat zit hierin? Volgens mij ook Trollbeats. Oh nee, dat is de... Ja. Ja, dit moet maar naar boven. Dit is de, met mijn trouwketting. Of die van mijn moeder. Die van je moeder, zo zie. Ja. Niet haar armen. Dus die ze bij mij ons trouwen om had. Dat kan wel naar boven. Ik weet niet waar ik het boven moet laten, maar dat zien we dan weer. Die nog eens wel leeg. Vuil. En fijn. Gooi ik maar weg. Nou, we zijn heel wat tijd op de dag verder. Het is nu... 5:10. Ik ben er ook helemaal klaar mee. Maar. Dit is nu mijn persoonlijke la. Hier alle elastieken. Andere haarspulletjes. Hier mijn inhalator voor als ik benauwd heb en dat soort dingen. Daar oude dagboekjes. Hier wat ja, brillendoekjes en wat herinneringetjes van mijn moeder en zo. Een beestje dat zij gemaakt heeft en... Een stukje stof wat ik nog niet weg kan doen. Daar liggen mijn sieraadjes. En hier alle beauty maskertjes en de waxstrips, dat soort dingen. Die kunnen eigenlijk ook wel in het kastje achter mij. Maar ja, ligt nog allemaal hier. Dus dit is mijn eerste la. Die is weer helemaal netjes en die kan weer terug in de kast. Een hele tas met afval. Dus die gaat zo lekker de kliko in. Nou, en dan... Mijn bureaulaadje hier. Hier liggen stickertjes. Een bullet journal, ideeën, boekje. Wattenstaafjes. Gebruik ik regelmatig, weet ook niet meer. Hier wat. Hoe heet het? Notitieblokjes. Tandenstokertjes heb ik hier altijd liggen. Dan kan ik altijd als ik iets aan het lezen ben of weet ik veel aan het editen, doe ik als mijn tandenstokeren. Voordat ik naar bed ga, doe ik het ook wel vaak hoor, maar heb ik er niet elke dag zin in, dus doe het dan ook wel eens lekker hier. Ik heb hier nog een klein fotoprintertje liggen met papier, een borstel, kan ik tussendoor altijd even mijn haar borstelen. Mijn mooie pennenset, ik heb hem toch maar hier neergelegd, ik weet eigenlijk niet eens of ze het nog doen. Dit is een vulpotlood, een vulpen en een bolpen en deze heb ik gekregen van mijn opa en oma toen ik mijn eindexamen haalde. Ja, ik heb het wel heel lang echt als vaste pennen gebruikt. Maar nu eigenlijk niet meer. Maar het is super, het zijn super mooie pennen. En ze schrijven heerlijk. Ja, en ik heb ze dus nog steeds. Maar ja, op een of andere manier ja, pak ik het dan toch niet of zo. Maar het is zo'n mooie pen. Wou die nog doen? Ja, het doet het ook gewoon nog. Echt al lang niet meer gebruikt. Maar het zijn echte
watermandpennen. Dus ja, ik denk, ik leg het toch gewoon hier neer. En de vulpen zal denk ik wel niet meer doen. Ik schreef toen ook veel met vulpen. Even eens kijken. Die zal echt wel uitgedroogd zijn. Het is super mooi. Hier zit wel vulling in zit. Ja, een lege vulling. Ik ben benieuwd als ik dit schoonmaak of ik het dan wel aan de praat krijg. Maar ik heb helemaal niet de ambitie om weer met vulpen te gaan schrijven. Het is wel heel lang gedaan. Maar ja, dit is gewoon, ja, super mooi toch eigenlijk. En dan dus ook een vulpotlood. Ja, er zit ook nog potlood in. Die heb ik nooit zoveel gebruikt. Maar ja, die heb ik toegekregen van mijn opa en oma voor mijn examen. De bolpen heb ik wel echt veel gebruikt. Ik leg hem gewoon hier neer en dan ga ik wel kijken of ik hem pak. En als ik het dan toch niet doe, dan ja, moet ik maar eens beslissen wat ik daarmee weer mail of hem dan weg wil doen ofzo. Mijn portemonneetje, pasjes erin. Een doosje wat ik zie. Jeroen voor mij die 3D print heeft. Oh, wacht. Misschien is dat een leuk idee. Ik zat te denken, wat kan ik daar nou leuk in doen? Nou, zal dat passen? Ja, kijk, dat is leuk. Die doe ik lekker hierin. Dat is toch veel leuker als zo'n stom kartonnen doosje. Ik heb heel vaak na het zwemmen en na het douchen moet ik altijd mijn oren droog maken. Want anders gaat dat echt irriteren. Ik weet ook niet waarom. Even kijken, om het niet te vol doen, want dan gaat hij denk ik niet meer dicht. Dan kan ik de rest wel weer naar boven doen. Even kijken, werkt dit? Nou, dat is dus nu al te vol. Nou, dan ga ik er denk ik toch wat anders voor verzinnen. Dat vind ik dan alweer irritant. Nee, dat gaat niet. Nee, dat is toch geen goed idee. Ik had natuurlijk wel 5 in doen, maar ja, dat schiet ook weer niet op. Oké, daar ga ik nog wel een keer wat voor zinnen om daar één te doen. De deksel is eigenlijk al de helft van het bakje, dus het is eigenlijk helemaal niet zo praktisch. Maar ja, hè? Leuk. Ik ben helemaal klaar met opruimen. Er liggen wel nog wat rommeltjes op tafel, maar dat heeft nog niet echt een plek of zo. Het valt wel mee. Ik heb ook gelijk een beetje mijn bureau opgeruimd, dus dat is ook alweer redelijk. Ik moet het eigenlijk nog schoonmaken. Maar ik ben er helemaal klaar mee. Het is wel een beetje vervelend, want we krijgen zondag visite en morgen zijn we bij mijn schoonouders. Dus ik weet niet zo goed wanneer ik troep als dit en zo, moet ik dan nog even de boodschappen, ik moet nog de handdoeken en theedoeken nog even opruimen. Maar ik ga voor nu eventjes op de bank zitten, even wat drinken, want dat heb ik dus ook, dat ene kopje koffie, nou, volgens mij nog niks gedronken vandaag. Dus dat is even prioriteit 1. Goedemorgen allemaal. Vrolijk Pasen is het voor jullie al lang geweest. Maar voor ons is het eerste paasdag. Wij zijn ons klaarmaken om te vertrekken naar opa en oma. Islot en ik gaan op de fiets. En de mannen die gaan met de auto. Dus wij gaan vertrekken. Hebben we lekker gefietst? Ja, maar mijn lippen zitten tussen. Gaat hartstikke goed, hè? Ah, ik wist niet dat je aan het filmen was. Maar ging toch hartstikke goed? High five, mop. Goed gedaan. Goed op het verkeer gelet. We zijn aangekomen. Het was een heerlijk fietstochtje. Heerlijk weer om te fietsen. En we gaan nu natuurlijk bij opa en oma even paaseieren zoeken. Maar opa en oma die hebben een heel lief hondje. Die zit me nu aan te kijken van wat ben jij aan het doen. Dus we hebben zo even in de andere kamers heeft Jeroen de eieren verstopt. Dus wij gaan eitjes zoeken. Thank you.
Ik heb er al één. Islotte wordt echt goed in zoeken. Drie. De laatste is heel moeilijk, kan ik zeggen. Mag ik erbij komen? Kom maar, ik ook filmen. Ik heb ze bijna allemaal gevonden. Nou, ik zou dit ook hier stoppen, dan ga ik ze wel moeten doen voor Islotte. En het mooie uitzicht hier. Ja. Ah. 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 Geef hem. Je moet er beter worden, jongen. Ik moet ook echt vast kijken. Trotten, je broer heeft er één voor jou gestopt. In die kamer. Oeh. De schoonouders hebben dus heerlijke ramen hiervoor. In die kamer is ook als dus het is een heerlijk warm. De deur heeft. Ondanks dat het buiten een beetje fris is, maar ook in de winter. Ook in de winter kunnen ze dus hier heerlijk naar de winter. In het voorjaar of in het najaar kan het heerlijk warm zitten en dit kan dus ook allemaal open. Dus het is echt heerlijk. Ik zie mezelf hier ook wel wonen als ik later oud ben. Ja, overigens, want ik ga het gewoon weer stoppen voor jou. We hebben onze buikjes gevuld. Ik heb net even Xarnach zitten overhoren, want die heeft volgende week twee toetsen nog. Ja, en dan is ondertussen ook de... Ze zit hier achter te kletsen. En dan is ook een beetje de... Gaat de examentraining is al begonnen. Want over 6 weken gaat Xarnach gewoon eindexamen doen. Maar goed, wij zitten hier gezellig. De kleuren op een heel mooi paaskleed. Nu nog een beetje saai, maar we gaan ons best doen om daar even iets gezelligs van te maken. Mama heeft al 3 dingen af en nu is hij hiermee bezig. Ja, ik ben net aan het. We moesten alleen nog deze boom staan, maar ik ben nog niet klaar. Maar ik ben nog eens niet klaar met. Zelfde kleur van shirt. Ik ben nog eens niet klaar met dit. En jij hebt een mooie boom aan het kleuren. Ja, maar ik bedoel ook heel netjes. Ja. Al in het wit weg. En oma is ook bezig. Oma is ook met iets heel belangrijks bezig. Ja, oma is daar bezig over kleuren. Ja, oma is ook met kleuren. Ik heb hondenkak opgeruimd. Wat is dat voor een mooie beker? Ja, het drinkt. Laat die mooie beker eens zien. Laat die mooie beker eens zien. Laat het toch ook zien. Wie heeft die gemaakt? Danielle maakt. Bij het bedrijf waar ik werk. Deze mes in de hand, onze boodschap. We zijn weer thuis. We hebben nog even lekker gegeten bij mijn schoonouders. En we hebben nog even gewoon een kippensoepje met kippenpootjes, gebakken aardappeltjes en een beetje appelmoes. Dat was heerlijk. En daarna nog even snel een potje gekaard. En nu zijn we weer lekker thuis. Jeroen is alweer naar boven. Ik geloof iets om de 3D-printer aan te zetten. Xarno is gelijk ook weer naar boven in die slot ook. En ik ben hier even in de keuken aan het werk. Want ik ben namelijk mijn vaders befaamde hamprijssalade aan het maken. Dat is altijd een favoriet bij ons in de familie. En dat eten we eigenlijk vaak met paas. Want dat is ook de eerste keer dat mijn vader deze salade heeft gemaakt. Jaren geleden. Voor een paasbrunch. En sindsdien eten we dit eigenlijk elk jaar met Pasen. En ik zal even een apart videootje maken. Ik heb het ooit wel eens eerder laten zien in een video. Die zal ik hier anders hierboven wel even linken. Maar ik zal er ook even een apart kort kookvlogje van maken. Hoe ik dit maak. Dus dat ga ik nu even doen. Nou, de salade is helemaal gelukt. Ik ben enorm aan het hyperventileren. Mijn adem zit super hoog. Ik heb ook onwijs pijn in mijn rug. Dus ik heb het gered. Maar ik moet echt even rustig zitten. Want... Kom eens even. Mond op mond beademen. Adem laag blazen.
Jeroen gaat hier nog een beetje opruimen. Het is gelukkig niet zo heel veel. En de koningin komt ook niet op bezoek. Oh, even een bloemetje om te ontspannen. Wil ik dingen zo gehaast doen? En dan pijn in mijn rug. En dan wil ik het nog sneller doen, omdat ik pijn in mijn rug heb. Nou ja. Adem in, adem uit. Ik ga even rustig een vlogje kijken. Oh, het is tweede paasdag. Ik plak deze paasdag nog maar even aan deze vlog aan. Want dan heb je een beetje het paasgebeuren allemaal nog bij elkaar. Anders dan komt er straks weer een vlog met nog weer paas. En dat is dan weer later. Dus plak deze er nog even achteraan. Het zal wel een lange vlog worden, denk ik. De Amprijsalade. Die staat hier al even uit de koelkast.